meteen, hè? Dat doet Lina. Oké. De verkeerde hebben gehad. Ik wil eerst begrijpen, ik heb namelijk een topo bij elkaar gediend. Regina, Dennis, open, waar is die rode kist dan? Zoals jullie zien, heeft een van jullie een topo neergelegd. Goed voor een vrijstelling. Ja, ik heb een topo ingeleverd. Doe je. Ik mag niet helemaal was. Oh, ik moet echt sowieso niet. Edo, Patrick, Dennis en Regina. Zij vieren hebben het langst volgehouden. En drie van hen zullen naar de finale gaan. Maar wie? Er is nog één vrijstelling te verdienen. De belangrijkste van het hele spel. Je hebt op Pieters van mij gejat. Ja. Echt om zich gelogen. En wat doen ja? Ja. Dat doen jij helemaal niet zeker. Nee, dat is waar. Nee, daar heb je wel een punt. Jongen, jongens, iemand glas uit kan liegen, dan zei het. Ik zag hem al liggen. De topo. Zoals jullie zien, heeft één van jullie hier bij mij een topo neergelegd. Goed voor een vrijstelling. En opeens zag Doenjan hem liggen, dus ik begon in mijn oor te knijpen van... Oh, jij vuile rat. Dan is Doenja degene die een rood scherm krijgt. Mijn mol. Ja, ik was echt in shock. Echt in shock. Ik wacht dat jij de mol was. Ja, dan. Ik heb me alleen maar gefocust op Doenja. En die deed hele verdachte dingen, vond ik de hele tijd. Maar ja, ze is niet de mol. Ik heb gewoon torpedo's gejat van Doenja, terwijl ik dacht dat zij de mol was. Ik schrok oprecht heel erg. Sorry. Sorry. Dat dacht ik ook. Pet, ik noem niet graag en niet gauw iemand vals. Ook nu niet. Nee, nou, ik wel. Ik ga je zo anders bekijken nu. Hoezo? Ik weet het niet. Patrick en ik hebben met elkaar afgesproken dat we elkaars ogen zijn. Maar ja, dat is nu niks meer waard. Want ik weet nu niet meer wie de mol is. Dus ik kan wel afspreken met Patrick dat hij mijn ogen is en omgekeerd. Maar ja... Als hij de mol is, dan wil ik zijn ogen helemaal niet gebruiken natuurlijk. Ja, het gevaar is dat ik Regina heel erg vertrouw. Ja, en als je iets niet moet doen in dit spel, wie is de mol, dan is het mensenvertrouwen. Dat is denk ik je grootste valkuil. Als Regina toch de mol blijkt te zijn, dan heeft ze me zo in het oogje genomen. Verdiepingen telt dit cruiseschip. Valt hier geld te halen voor jullie? Aardig wat geld. Binnen een uur. Je krijgt zometeen plattegronden mee van drie verdiepingen. De geldpunten staan op die plattegronden aangegeven met oranje stickers. Maar let op. Je mag het geld van je eigen plattegrond niet zelf pakken. Vier kamers op dit schip zijn de eindlocatie. Wees daar binnen een uur. Ten alle tijde geldt, als je elkaar ziet, lig je uit het spel. En het geld wat je verdiend hebt, is weg. Verspreid je over het schip.
We moesten door de walkie-talkies aan elkaar communiceren waar iemand anders geld zou kunnen ophalen. Ieder had 2 of 3 verdiepingen, maar ja, je wist niet welke verdieping het was. Ja, ik ga naar de 11e verdieping. Dit is Regina, ik zit op de 12e verdieping zo. Ja, ik sta nu nog in het casino. Oké, ik heb in het casino geld liggen, Dennis. Oh, waar? Aan de kant van de bar. Ben nu bij de bar, je bedoelt die ronde bar in het midden? Jazeker. Dus je moet aan de linkerkant zijn. Ik zit... Oh, vlakbij het herentoilet. We gingen voor Dennis. Als je klaar bent, heb ik ook een plek op die vloer voor je. Oké, even een momentje. Ik heb ook geld voor degene die wilt halen op de 11e verdieping. Jij bent toch zelf naar de 11e gegaan? Ik ben naar de 11e, ja. Maar dan moet je even weg daar. Nee, maar dan moet ik even kijken waar het allemaal ligt. Pet, ik zit op de 12e. Oké, kom niet naar de 11e, want daar zit ik. Maar jij mag het geld niet op je eigen verdieping halen. Dus als jij nou weggaat van de 11e, kan ik daar het geld halen. Ja, dat is goed. Er ligt geld op de Skylight Chapel. En er ligt geld in de screening room. Maar ga jij even naar verdieping 8 of zo? Dan kan ik naar 11. Maar kan ik dan niet beter naar 12 gaan om geld op te halen? Oké, maar hoe ga je naar 12 dan? Hey, zullen we theekrans organiseren over de port? Dat is misschien wel leuk. Dit was gewoon echt, echt 2 kippen zonder kop aan het kletsen tegen elkaar door een lulijzer. Nee, pak maar niet de trap naar 12. Want dan gaan we elkaar zien. Dan pak ik de... Ik weet ook helemaal niet waar ik zit. Ik pak de lift. Ja, maar niet... Patrick, kun je even iets minder door die porto heen praten? Ik probeer met Dennis in contact te komen, over. Alsof ze een nieuw speeltje hadden. Oh, ik ben hier. Waar ben jij nu? Oh, kan je het vinden? Nee, oh, dan moet je daar kijken. Oh, ik ben nu hier. En heel de tijd. En non-stop. Zodat ik, bijvoorbeeld, als ik Dennis wilde hebben, ik gewoon niet tussendoor kwam. Hallo, dit is Edo voor Dennis, hoor je me over? Alle roulette tafels heb ik onderdoor gekeken en ik heb gekeken in al die dingen van die cashmachines, maar ik zie het dus niet. Maar ik ga gewoon even verder snel zoeken. Oké, ik heb anders nog een tip voor je. Ga naar die Dragon's Lair. Bij het trappenhuis bij de Dragon's Lair. Daar staat bij mij ook een oranje stip over. Regina, dit is Patrick. Waar moet ik heen op de 11e? Nou ja, ik heb een beetje vergist. Dat... Ik weet niet of dat de 11e verdieping namelijk is. Maar je moet de screening room zoeken en op de Skylight Chapel. Daar ligt geld. Maar je weet niet welke verdieping het is. Regina voor Edo. Ja! Kun jij naar de sportverdieping gaan? Dennis voor Regina, als je helemaal iemand naar de 15e gaat of zo, weet ik van 16, helemaal boven, het swimmingpool. Daar zie ik een oranje stip staan. Regina, dit is Edo. Waar wilde je naar dat jij wil ging? Ik wil graag dat je gaat naar een soort van sportverdieping, waar de sportcourt op staat. Edo, ik heb geld gevonden bij de Dragon's Lair. Oké, dan. Regina voor Dennis? Als je volgens mij 1 verdieping omhoog gaat, dan zit er in Studio B en bij die foto- en art gallery zitten ook geldpunten. Edo voor Regina, ik ben nu op een soort sportscourt. We gaan rechts richting de rock climbing wall. En dan ligt het voor de toiletten. Ik zie de rock climbing wall. En waar ligt het geld dan? Voor de toiletten. Regina voor Patrick? En jij dit is Patrick? Lieve schat, jij zei dat ik naar de Skyline Chapel moest, maar waar ligt het geld dan? Ja, dat klopt. Ik heb hier een stip. Ik weet niet precies waar dat is, maar het kan een zwembad zijn. Maar je zei iets over een kapelletje. Ja, dan is het in dat kerkje, Regina. Ik heb geen idee wat dit voor moet stellen. Sir, do you know where Studio B is? Oké, Regina, zit je nog steeds op de Skyline Chapel? Ja. Niet ergens in een chapel of zo? Ja, ik sta in een chapel. Ja, dan moet je gewoon rechtdoor lopen. Het is gewoon... Je loopt dan binnen en dan loop je er tegenaan. Daar moet het zijn. Oh, stom. Ja, ik heb het. Oh, heel goed. Kan ik al ergens heen? Is er nou iemand naar boven helemaal, naar het zwembad? Want daar heb ik dus oranje stippen staan. Oh nee, dat kan ik wel doen. Dit is Patrick. Dat zei ik net ook al, hè? Bij de Whirlpool ligt ligt geld. En ook nog daar zover op die brug. Bij de Whirlpool en bij de brug. Welke verdieping is dat? Maar swimmingpool, dus het zal wel helemaal bovenin zijn, denk ik. Regina, welke verdieping zit jij? 15. Oké, ik ga nu naar 14. Waarom blijf je niet uit mijn buurt, Pet?
Regina, ik ben nu bij die art gallery aangekomen, bij Studio B. Helemaal goed. Nou, in het midden van Studio B is een oranje stip. Dan ga ik naar het zwembad op 15. Wacht even hoor. Patrick, je moet niet naar 15 komen, want daar zit ik nu. En daar zit hier geen zwembad. Oh, lekker veel. €100. Dennis, zit jij toevallig op 14? Nee, ik ben nog steeds op die etage bijna waar we zijn vertrokken. Zeg maar 1 etage lager. Oké, Edo, zit jij toevallig op 14? Ik zit op de sportscourt. En ik heb net een envelop gevonden. En ik zit op 14, dus niet hierheen komen. Wat zeg je? Ik zit op 14, dus niet... Nee, bukken! Jij bent niet op 14. Ik zit op 14. Weg. Dat zeg ik toch? Ja, we zijn eruit. Ik lig eruit. Ja, ik ook. Wat? Hoe komt dat? Door dat ik Patrick tegen ben gekomen. Goh, toevallig. Ik zit de hele tijd te zeggen dat ik op 14 zit. Nee, dat zeg je helemaal niet. Jij zegt ik ga naar een zwembad. Zie jij hier een zwembad? Ja, ik heb Dennis nog niet gesproken. Ik weet niet op welke verdieping dat was. Je wist dat ik op 14 zat. Nee, je zegt de hele tijd wie zit er op 14. Maar je zegt niet ik zit zelf op 14. Ja, maar dat vraag ik toen niet zomaar. Oké, ik ga naar de swimmingpool, Dennis. En ik heb voor jou heb ik ook nog wel een plekje met centjes. Op de Fuel 10 Disco. Fuel 10 Disco. Ik ga op zoek. Check out whether there's something in the water or stuck to the bottom. I need some sort of envelope. Hey Dodo, ik ben nu wel bij wat mensen om te vragen voor die discotheek, maar ik zag het niet op de bordjes staan. Heet het Charles van Discotheek? Nee, dat heet de Fuel Teen Disco or something. Ik kijk nog even. Do you know where it is, the Fuel Teen Disco? Disco is deck 3. Deck 3? You got something? You find anything? Right over here. Oh shit, yeah. Thanks man. Great. Go with it man. Hey, over Dennis. Ja, ik hoor je, Edo, what's up? Ik heb een envelopje gevonden bij de Whirlpool. Top. Jij moet dus naar die achterkant nu, hè, van het dek, naar het fitnesscenter, daar moet je naartoe. Oké. Okay. Ik ben nu bij de fitnessclub. En zeg maar even waar die rode stip staat. In de fitnessclub club, en dan zit hij rechts achterin. Wat is logisch? Waar kun je dat? Fitness. Loopbanden. Oké, dan. Oké, mij is heel goed. Hey, ik ben in die Fuel 10 Disco. Waar zit dat geld? Dennis, we moeten naar die Ship Shape Fitness Center en D-Spa. We hebben nog 5 minuten. Dat is op jouw verdieping van de Fuel 10 Disco. Op de 12e zit ik dan. 12e. Op mijn kaart stond ook de finish. En dat was in de sportmassagesalon. Nou ja, op een gegeven moment zag ik dat het tijd was om zo snel mogelijk richting die finish te gaan hollen. Aan de andere kant van die Fuel 10 Disco. Ja, ik loop nu buiten, ik loop nu op het dek en ik loop helemaal naar achter. Oké, ik ben ook op 12. Nee, wacht even, blijf staan, want ik loop er nu op het dek. Daarom moet je ook naar die fitnessclub en die kamer zoeken en erin gaan. Ja, oké, ja, ik loop buiten, dus ik zal er zo wel zijn. Oké, ik ben in die Ship Spa. Een vriendelijke dame lacht me aan en... You know where I'm going? Do you know which room I have to go? Yes, right away. Dennis, waar ben je over? Ik loop nu naar de kamer. Hoe ziet dat eruit? Ik ben ook op de Ship Spa.
Wacht even daar, want anders zie je me straks. Ik ga een kamer in. Oké, hoe weet je welke kamer het was? Er zat hier een mevrouwtje. Wait, can you go to the desk? Because there's my friend. Er komt nu een meisje naar jou toe. Ja, die vertelt je waar je heen moet. Oké. Hello. Thank you. Hi, I'm Edo. Nice to meet you too. Duootje. Regina en Patrick, jullie vielen al vrij snel uit. Ja. En daardoor ontbrak het de andere twee eigenlijk aan belangrijke kaartinformatie. Er viel veel weg. Toch, Dennis en Edo, bleven de 12 geldpunten over die jullie met elkaars kaarten hadden kunnen lokaliseren. Edo heeft er 3 gevonden. Dennis 2. Dat is €500 voor de pot. Wat had het kunnen zijn? €2400 in totaal. Dit had veel beter gekund. Denk er nog even over na. Tot straks. Ook de eerste 10 minuten heb ik daar op die waar we uit elkaar gingen. Ik noem geen namen, Patrick en Regina. Begonnen als een stelletje kippen gewoon om elkaar ja. te tokkelen door dat ding. Ik heb 10 minuten op een stoel gezeten. Maar niemand zei dus van, Edo, ga jij even naar dat dek? Of ga je even daarin om even geld te halen? Ik begreep er niks van hoe jullie praten. Ja. En niet uit de hand, ik ben uit de hand, ook te laat gepakt. Echt, feest. Zo klonk het. Maar, dus, maar goed. Hadden jullie überhaupt nog iets gevonden? Ja, ik... Geen envelop. En Patrick, wat heb jij er gevonden? Nee, ik heb ook heel lang, net als jou, 10 minuten gewacht tot er iemand iets zei wat ik kon halen. Ja, dan heb je er heel hard zitten kletsen met Regina in het begin, ja. Terwijl je zat te lachen. Nee, die heb ik gestuurd naar dingen. Ja, maar je zat wel heel, heel druk de lijn bezet houden. Maar dat geeft verder niet, dan lach je er volgens mij al bijna uit. Ja, klopt. Ja. De finale nadert. En dat maakt dat volgens mij er minder gekletst wordt en er minder solidariteit is. Zeg maar. Dus het wordt nu meer voor onszelf gehouden wat we denken te zien en vinden. Ik vind het heel spannend nu. Ik zit bijna in de finale. Bijna. Let's op. Toen ineens hoorden we daar die tune van Wiesemol. Let op. Dus nou, iedereen meteen in een soort van houding, pen en papier en ja, maar wachten. Kregen we een soort tekst. Let op. Wat? Weet je dan een Wiesemba? Goeté, Amalawi, de Mash Leba. We probeerden we zo goed mogelijk over te schrijven, zo fonetisch mogelijk, zodat we het goed weer konden uitspreken. Goeté, Tawan, de Mavi, Malbouchek of zoiets? Goeté, alle Mavi, Mashleva. Waar zit de inzin in dan? Ja, dat gaan we zo meteen al niet denken. Ja, we hebben het alleen maar gehoord en fonetisch opgeschreven. Dus ja, daar kan heel veel in misgaan. La vie de Mashleba. I don't understand what you say. Misschien is het Maya's. La vie de Mashleba. Zijn Maya? Maya? Is het Maya? Is Maya. Okay. Heb ik dat nou ontdekt? Nou, dat was echt de briljantste opmerking die ik de afgelopen week heb gemaakt. Want het was inderdaad het Maya's. Dus toen hadden ze zoiets van, oh ja, en het is vallen en lopen. Mashleba. 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 What's your name? What's your name? What's your name? My name. Nombre? Wat is de naam? Maar ja, daar zijn we nog steeds niet helemaal uitgekomen wat dat nou precies is. Geen idee wat het betekent. Dus ja, ik weet ook niet hoe we daar nog verder achter moeten komen. Vervolgens kwamen we aan op het strand. Heel tof, allemaal leuke huisjes op het strand. Toen werd het alweer donker.
Toen dachten we van, ach, lekker zo slapen in die hut. Nee, toen kwam Pieter Jan. De volgende opdracht. Een mooi Caribisch strand. Daar heb je geen horloges nodig. Dus ik wil ze graag hebben. Jullie horloges. En eventuele andere spullen waarmee je tijd kan waarnemen. Niemand iets nog? Nee. Goed. Je ziet hier een kist met een klok erin. Die klok die kan aan en uit. Hij staat nu aan. Hij loopt. Ik laat deze kist 10 minuten open. Nou, vooruit. Een kwartier. Zodat jullie met deze middelen een eigen systeem van tijdwaarneming kunnen bedenken. Tijd gaat nu in. Een kwartier. Oké. God. Nou, tijd gaat nu in. We hadden 2 flessen en een zakmes. Ja, we dachten al snel, nou ja, we staan op het strand, zand lopen. Fijn zand, jongens, geen dikke klompen erin. Ja, hij zit bijna vol. Oké. En dan? Maar waar gaan we dat in laten lopen dan? In die andere fles. Maar het gaat dus heel snel. Want ja, daarom. Dus daarom zei ik al, als je hier een gaatje maakt. Een klein gaatje. En je zet die zo in die trechter en die zet je weer daarin. Oh ja, zand dit lopen. Is te groot. Heb jij dat ja, nog? Denk ik. Nou ja, goed, dit kan ook. Maar dan hebben we heel korte minuutjes maken. Ja. We hadden een kwartier de tijd om dat apparaat in elkaar te flansen. En dus ook een kwartier de tijd om te eiken. Om de tijdmachine te eiken. Hij loopt niet door. Nee. Ja, die fles was ook nat, hè, van binnen. Ja, zand klontert. Flessen waren nat van binnen. Dus nou ja, nee, dat moest anders. Uiteindelijk hadden we bedacht, we prikken een gat in de dop, laten er water in. Nu. En we meten hoe lang het duurt voordat het water eruit loopt. We moesten iets maken dat constant door kon tikken, zeg maar. Nou, dus toen hadden we 2 flessen bedacht met een gaatje in de dop. 10 minuten. En we hebben... 7:15. En dan hebben we 2 flessen met 2 tijden. Een fles was 4:15, andere fles was 5:50, geloof ik, of zo. Ik zei na elke keer even die dop uit. Tijd is om. Jullie zijn eruit. Ja. De klok loopt nog steeds, zoals jullie zien. Ja. Zometeen gaat de kist dicht. Ik wil dat jullie om middernacht precies de klok uitzetten. Oh, nee. Ik geef jullie een marge van 2 minuten voor, 12 en 2 minuten na. Als het jullie lukt, zo. Is er 3000 euro verdiend voor de pot. En het is nu 8:15? Ja, het is meteen... 8:15. Bijna. 8. Dan moeten we echt 3 uur en 3 kwartier. Ik kom morgenochtend kijken of het gelukt is. Ja. Middernacht. 15 seconden nog. Ja. 13. 15. 12. 15. 12. 10. Nee. Ja. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ongeveer 0. Succes, ja. Morgen. Dank je. We hebben een minuut bij. Wil je deze? Doe het hier, dan kan iedereen het zien. Patrick staat nu. Jij hebt een fles van 5,50. Nou, daar gingen we dan. De kist ging weer dicht en wij hebben water uit de zee gedragen en in de flessen gestopt. En geteld, flessen tellen. Die knijpen. Nee, ik knijp niet. Regine had de taak op zich genomen om ook de flessen te turven. Hoe vaak we dus de nieuwe fles erin hingen. En een rekensom gemaakt over hoe vaak we dan de flessen met water moesten vullen om tot 12 uur uit te komen. Maar als we 23 keer fles A doen... Dat is die van 5, hè? Dat is 5,50. En 23 keer B en dan A maar voor de helft vullen. Nou, dat wordt wel een groot risico. Ja, dat kunnen we toch... Nee. Nou, het zou wel moeten, want we komen natuurlijk niet precies uit. Nee, dat snap ik. Nou, en dus zo zaten we eigenlijk. Er gebeurde verder gewoon niet zo heel veel. Oh god. Oké, hier even bijvullen. Nog een beetje. Ja, dank je. Oké, die even vast uittillen. Ja. Precies op tijd. Jeetje. Oké, dus weer eentje erbij schrijven. Dus nu weer de 2 andere. Dus we zitten nu op 10,5 uurtje nog wat. 35 minuten ongeveer. Kom maar 3 uur. Dan over. Ja. Echt, hij gaat steeds langzamer hoor.
Is er ook niet, heb je een nieuw geturfd? Nee. Ja, we hebben het ook niet gewisseld, man. Gewisseld? Ah, oké, okay, dat is goed. Ik ga wel vast vooruit turven. Nee. Idee? Ja. Ja. 7. Nee, dat is 7. Vlek. Hier, 7. Dus 14 flessen nog. 14 flessen. Ah, ijsje man. Mensen mensenleven. Mag ik de berekening? Ja, zullen we zo wisselen, Edo? Ja, maar ik wil zo die flessen bijschrijven. Ja, dan kan het droge zitten. Ja, weet je wel. Ja, nee, laat het er dan maar even kijken. Of is het bijna wisselen? Toen ik voor de lol dat even ging controleren, bleek dat fout te zijn. Terwijl ik ook echt geen rekenwonder ben. Maar dit was echt te simpel geworden. 1 keer 50 seconden is 500 seconden. Gedeeld door 60. Plus 8 minuten 20 is dat, hè? Is 50 plus 8 is 58 minuten 20, hè? Oh. Oh, wee. Oh. Ja, maar dit zijn echt seconden. Ja, precies. Nou, loden ze er een heel stuk in, man. Ja. Maar dat duurt toch veel te lang? Wat doe je nou? Dat gaat toch niet om de tijd gedaan? Het gaat toch om de secondes? Ja. Nee, als het... Hè? Ik snap dit niet, hoor. Het gaat er niet om de hoeveelheid water. Nu kwam die echt... Hij ging het goed heen. Dus dan skippen we wat we de hele tijd aan het doen zijn. Als we dadelijk die knop hebben omgezet... Zeg maar, wie gaat er dan voor zorgen dat niet iemand dat saboteert? Vannacht, voor de knopje. Jo. Ja. Dus, iemand moet zijn kistje mee naar zijn kamer nemen. Of de wachthouder de hele nacht bij toerbeurten. Ja, nou, ik hoef dat niet te doen. Nee, ik vind ook dat Dennis het niet hoeft te doen. Nee. Omdat ik al eens eerder berookt ben zonder gedoe. Ja. Zullen we Patrick het laten doen? Ja, wat denk je zelf? Ik vind het wel een goeie. Ik wil een kistje best mee op mijn hut nemen, hoor. Ik neem hem wel mee. Of loodjes trekken. Nee, ik neem hem wel mee. Buiten. Ik ben anders wel voor Edo. Nee, ik ben niet voor Edo. Ik ben ook zeker niet voor Edo. Oké, dan gaat hij naar Regina. Dus hij gaat naar Regina, democratisch besloten? Ja. Geregeld. Dus heb ik de pot en de kist. Ja. Ik heb niet echt gevoeld dat er überhaupt iets uit is. Oh, mijn god. Kijk, hij stopt er. Hij stopt er helemaal. Nou, dan gooien we die knop op. Ja, toch? Ja, dat denk ik ook. Toch? Ja, ik vind het goed, jongens. Patrick? Zet de knop maar om. Regina? Ja, is goed. Oké, neem een gratis besluit. Ja, hoor. We hadden het niet meer onder controle, geen benul meer van hoe laat het was. Het gevoel gaf echt dat het al 3 uur 's nachts was. Dus toen zijn we toch maar gaan stoppen. Het lijkt me een goede plek. Moest het knopje naar boven of naar beneden? Ja, geen grappen nou, hè? Oh, geen grap. Goed. Hij staat op. Op. Stom wat ik doe. Ik vertrouw Regina, denk ik, te blindelings. Ze heeft de pot, notabene. Geeft dat kistje, gaat mee. Goedemorgen. Wordt niet nagerekend. Edo heeft nog wel nagerekend. En toen bleek dat het dus niet klopte. Hey. Dus ja, ik word heel erg wantrouwig. Goedemorgen allemaal. Morgen. De opdracht was stop de klok om middernacht. Hè? 2 minuten voor, 2 minuten daarna. Als marge. 3000 euro mee te verdienen. Ik ben benieuwd hoe precies jullie zelfgemaakte uurwerk was. Ja, wij ook. Zullen we kijken? Ja. De tijd waarop jullie de klok hebben stopgezet. 7:01. Oh. Oh. Goed jongens, nog 1 beslissende opdracht. Beslissend namelijk voor de vraag
wie van jullie er voor de finale moet vertrekken. Succes. Zo, jullie verdelen je in twee teams. En ik zou goed kiezen, want er staat namelijk een vrijstelling op het spel. Jongens, op zich zijn wij wel een goed team, Gina. Of... Ik wil wel met Dennis. Nou, we zijn wel een heel goed team al aan een poosje, hè? Wat denk jij? Maakt mij niet uit. Ik ga, ja... Van voorkeur iemand? Of... Ja, dan ga ik wel met Edo. Gezellig. Goed. Ja? Oké. Okay. Toen gingen Edo en Patrick samen. Niet wetend dat dat ook de twee meest zwakke personen zijn om de opdrachten uit te voeren. Oké, jongens, er is vrij belangrijke informatie. Mag je onderweg even overtekenen? Ik moet zorgen dat Dennis zo weinig mogelijk beweegt, want ik ben hem als een gek vast gaan houden. En het stuk dat heel heftig werd, heb ik echt mijn voeten klem gezet tegen de balustrades. Zodat ik echt helemaal zelf de rots vast zat en hem ook vast kon houden. En dat werkte eigenlijk wel heel goed. Ik heb hier twee spellenkaarten, zoals je ziet. En in elk spel ontbreken twee kaarten. Die moet je vinden. Elk team moet je twee kaarten vinden. Dat is heel makkelijk. Die liggen gewoon hier. Onder die vlag. Onder die vlag daar in de verte. Onder die vlag hier. Daar staat er nog één. Daar liggen ze onder. Degene die uitvindt welke twee kaarten in zijn pak ontbreken. En die kaarten opspoort. En zich als eerste bij mij meldt. Dat team... is in de race voor de vrijstelling. Dennis, vangen. Edo en ik kregen de blauwe kaarten en Regina en Dennis kregen de rode kaarten. In elk spel ontbraken er twee kaarten, dus we moesten heel snel zoeken welke de ontbrak. Dat was bij ons de harten boer en de schoppen zes. Die ontbraken en die lagen onder de vlaggen. Dat is niks. Ik snap het niet. Dat kan toch niet zo simpel zijn? Dat we hebben vier vlaggetjes en vier kaarten. En is het gewoon een keer over onder. Luister, dit is een god. Hij zit hier onder. Dennis die had echt een geniale ingeving. Hij zei, we moeten een grot in, we moeten van dit veld af en op zoek naar de ingang van een grot. Ja, ik had het toch wel op een gegeven moment wel snel door, want ik had toevallig twee duikers zien lopen daar. En die twee palen stonden gewoon op de grond. Dus ik dacht, ze bedoelen natuurlijk onder de grond. Er waren dus allemaal grotten. Ik denk onder dit oppervlak. Wat was dat? Klavervrouw en? Klavervrouw ruit 6. Hieronder, hè? Hè? Moet hieronder liggen. Ja, we hadden een voorsprong van 3 minuten op de andere groep. Kijk, we gaan even hieronder. Zijn we zo gelopen? En naar links. Maar dit is links. We moeten naar links. Dit zou een slangetje kunnen zijn. Oh, ja, ik zie hier al. Ja. Daar rijk. Moesten dus aan de hand van die plek op die kaart, moesten dus de weg zien te vinden in die grot.
Als je de twee missende kaarten uit het spel weet te vinden, dan maak je kans op een vrijstelling. En die wil je. Die wil je heel graag. En zeker voor de finale. We moesten die kaarten die ontbraken in dat spel, die moesten we dus gaan zoeken op de bodem van die grot. Dat is heel lastig. Kijk eens even op die kaart. Ik moet er precies onder die vlag gezeten. Die boven een veld staan. Nou. Maar die vlag is stonden volgens mij hier. Ja, hier gaan we zo. Of dit. Is die doodlopende hier? Dan moeten we daar echt zijn. Nou, wat denk je dat wij moeten doen? Die kaart die verdwijnt gewoon. Nee. Ja, hij is bijna helemaal weg. Kijk. There goes water, was dit. Dus de kaart had ook niks meer aan. Die verloren we trouwens ook nog. Uit mijn zak overigens, kon niks aan doen. Ja, ik moet met twee handen zwemmen en een zaklamp vasthouden. Die kaart die kon ik niet nog ergens kwijt. Dus je hebt helemaal geen referentiekader meer. En we wisten eigenlijk gewoon niet waar we moesten zoeken. Nou, dan is zo'n grot echt immens groot. Wat is dat? Is dat een kaart of niet? Ja, hij deed niks. Ik zei, zeg maar joh, ik weet het echt niet meer. Ik ben de weg kwijt. Waar moeten we heen? En er kwam niks anders uit dan, ja, maar we moeten dan toch daar of nee? En er kwam geen volledige zin uit en ook geen initiatief of plan. Wij zijn hierin gekomen. We hadden de eerste kaart gevonden na een bocht. En de kaart liep zo in een bocht, helemaal in een slinger, naar een punt. En toen dachten we, ja, dan moet in die punt moet die andere liggen. De plek waar Pieter Jan had gestaan met twee vlaggen naast zich. Daar stond er één, zeg maar, de meest ver weg en de meest dichtbij, bij Pieter Jan. En de meest dichtbij, die moet dan toch aan het einde zitten. Hier stond een rode, daar stond een blauwe stond ernaast en daar stond een blauwe. Ja, dat zou kunnen. Dus dan moet ik zeggen, daar een blauwe is en hier ergens, toch? Dat zou kunnen. Nee. Ja. Ik vind het echt goed. Ik zie het niet. Ik zit alleen maar te kijken. Als hij de mol is, dan laat hij de opdrachten de andere mensen mislukken. En dat vind ik niet echt iets wat een mol doet. Want de mol moet het zelf doen. En dat doet hij niet. En toen vond ik de kaart van de andere ploeg. Dus ik dacht, nee, heb ik een verkeerde kaart gevonden? En toen dacht ik me opeens, maar we hebben twee vlaggen die vlak bij elkaar stonden. Tegenover elkaar eigenlijk, een blauwe en een rode vlag. Dus als dit die kaart is, dan moet ik eigenlijk alleen maar rechtdoor zwemmen. En toen zwom ik zo op die andere kaart af. Ik zie hem ook. Zal ik hem pakken? Dat is de harde boer. Oh, ja, die moeten we hebben. Toppie.
Oké. Je hebt de vrijstelling nog niet. Dit betekent dat jullie zometeen bij het pokerspel gaan spelen voor de vrijstelling. Oh, tegen elkaar. Natuurlijk. Een vrijstelling is het allerbelangrijkste wat je kan verdienen. En daarmee win je dus een plek naar de finale. Nummer 1. Ja, en daar gaat hij al weer. Manmoedige poging. Een speld in een hooiberg gewoon. Na het grottenavontuur mochten we gaan pokeren eindelijk. En wel om de vrijstelling weer terug af te troggelen van Dennis en Regina. Maar ik dacht eerst dat is tussen Dennis en tussen Regina. Die moeten met tegen elkaar pokeren. Maar dat was niet helemaal waar. Jij, Regina en Dennis, jullie kwamen als eerste bij mij met de gezochte kaarten. Dat betekent dat jullie gaan spelen voor de vrijstelling. Als één van jullie tweeën wint, dan hoeft die niet naar huis. Maar Patrick en Edo, jullie kunnen dat blokkeren. Als één van jullie wint, gaat die hele vrijstelling niet door. En komt er bovendien 3000 euro in de pot. Dus jullie spelen ook voor geld. We spelen een half uur, precies. Wie dan het meeste geld heeft, die is de winnaar. Ja, ik had nog nooit gepokerd, dus dat heb ik eigenlijk hier een beetje geleerd. Ik heb hier een spel kaarten. Zorg dat jullie pokeren leren. Dat kan nog heel goed van pas komen. Hoezo moet ik al in? Je hoeft niet al in. Je kan ook uitgaan. Nee, maar ik wil er niet uitgaan. Nou, dan moet je al in. Echt? Ik ben echt geen pokerheld en zeker niet onder druk. Nou, ik ben eigenlijk wel een fervent pokeraar. Maar ja, het moeilijke aan dit potje was dat Edo en Patrick nooit hadden gepokerd. En wat je krijgt gewoon met beginnelingen, die spelen gewoon heel erg op geluk. En die zijn heel onberekenbaar en die kan je echt niet inschatten. Ik vond. Edo? Ja, ik ook. Fijn. Als jij die 10 hebt, jongen, nou, moord ik je echt. One pair of twins. Twee azen. Leier dat je er bent. Ook zag ik wederom dat Patrick aan het mollen was. Want wij zaten met z'n tweeën en we hadden Dennis en Regina leeg kunnen trekken als we met z'n tweeën hadden gespeeld en ingezet. Ik verhoog met 100. Ja, ik ken dat spel ook gewoon te slecht om te zeggen of nou iemand bluft of iemand dat spel saboteert. Ja, ik ga ook maar met 100 mee dan. Ik blijf toch in de club, zeg maar. De meneer had goede kaarten en dan zit hij vervolgens zo hoog in dat Regina en Dennis iets hebben. Wow, dan zal hij wel goede kaarten hebben en ze gaan eruit. Ik ben weg. Jo. Oh, ik moet nu weer verhogen, toch? Ja, dat was niet zo slim voor jou, Patrick. Dat je me zoveel verhoogt, dan gaan ze natuurlijk meteen weg. Dan kunnen we nooit die vrijstelling afpakken, zeg maar. Dan gaan we tegen elkaar zitten spelen, terwijl we met z'n tweeën tegen hun moeten spelen. Maar laten we gewoon doorspelen, gaat er nog een tijd af. Nou. Hij kan misschien niet goed pokeren, maar hij is heel goed in het manipuleren van de tafel op de een of andere manier. Zonder enige emotie te vertonen. Je kan hem absoluut niet lezen. Ik rees jou met 100. Maar ja, als je een goede kaart in je hand krijgt, ja, dan ga je niet folteren, niet weg. Kijk mee. Oké. Ik check. Je checkt? Ik ga met 50. Oh, ga ik mee met 50. Oké, ik heb one pair. Ik heb 3 vijven. Jij bent. Grote klasse, grote klasse. Regina, Romein, ik dacht dat je... Ik zat te wachten op die... Je speelde zo agressief, ik denk jij... Ja, ik denk ik speel hem weg, maar hij gaat niet weg, die lummel. En toen hadden we nog maar 4 minuten de tijd. En in die 4 minuten moest het spel beslist worden.
denk, nou, ik zet meteen wat redelijk in. Niet te veel, zodat ze niet schrikken. En dat ik nog even Patrick en Dennis leeg kan trekken. Ik had een ziek idee dan. 700. Nou, weet je, dan ga ik lekker met je mee. Met 100? Ja. Domme. Ga ik ook mee met 100. En ik hoopte zo op een aas of iets waarmee ik iets kon. En toen kwamen de 3 kaarten en er lag niks. En ik dacht echt, oh my god, daar ga ik. 50. 50. 50. Ik denk, nou oké, ik ga nog even gewoon mee voor de show. 4e kaart, weer niks. Ik denk, oh, help, help, help. 50. Ga ik mee? Ik ben ook mee. Iedereen ging ook mee overigens in het potje, want ja, iedereen voelde de druk. En de river, de laatste kaart, werd op tafel gelegd en ik had nog steeds niks. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon all-in. Het kan me niet meer schelen. Ik moet ze misschien wegbluffen. 100, 300 is dat, hè? 310, 20, 325, all-in. 325? Ik ga ook all-in. Ja, daar ga ik ook all-in. Mag even eerst Patrick zeggen. Ja, maar ja, het zal spreekt voor zich, denk ik, hè, Pet? Ja, dat zou heel lullig zijn als ik dat ging volten. Nee, daar ben ik echt een mate naar je. Nee, dan ga ik om in. Nou, ik kan het wel laten zien. Ik wacht op aas en ik krijg niets. Ik heb eigenlijk alleen maar een aas, high card. Patrick. Ik heb 2 pairs. 2 tweeën. 2 paarden. Ik heb 2 tweeën. 2 boeren. Nee, ik heb ook 2 paarden. 2 drieën. Ik heb hetzelfde als Dennis. Echt? Dus? Jij wint. De pot heeft gewonnen vandaag. Patrick! Ik wist het, wat jongen. Wat doe jij, Regina? Ik dacht, jij gaat een kaart. 2 boeren. Dan heb ik hem, hoor. Nee, ik heb 3 drieën. Ja, 3 drieën, ja. 2 drieën. Hij staat bij mij. Hem. Ja, Edo. Nou. Jezus. Edo heeft gewonnen. Moet je een glas voor jou? Oh, man, ik zat er niet aan. Ja, ik ook. Weg wijsgeren. Ja. Oh, man. Ja, dat je daarmee wint. Ik kan wel janken gewoon. Ja. Dus, er is 3000 euro in de pot. En helaas geen vrijstelling in het spel. Nou, echt hoor. Dus ook je pet vanaf. Gode, tabu. Beta, la walik. De mash leba. Leba. Okay. Es, que me puedes decir, lo que es esa cosa. If you can tell me who is the wrong. Who's the wrong? Yeah. De verkeerde. Maar ja. Dus, wie kan ons vertellen? Ja, wie kan Kan je vertellen wie de verkeerde is? Maar ja, daar proberen we al een paar weken achter te komen. De test. 20 vragen over de mol. En wie het minst weet, moet onmiddellijk naar huis. Behalve de mol. Die blijft altijd in het spel. Nou, wat ik dus heb gehoord van Edo is dat Patrick weer onwijs moeilijk liep te doen. En dat hij onwijs liep te vertragen. Als daar een rode vlag staat, dan moet ik hier ergens blauw zijn. Of ben ik nou gek? Edo is er gewoon over uit. En dat ben ik ook. Dat Patrick dus gewoon de mol is. Ik zie ook gewoon geen verdachte dingen meer. En dat is heel lastig. De ene keer dan zeg maar, oh, het is toch Regina. En op een ander moment dan denk ik van, nee, het is Edo. En dan denk ik van, nee, het is Dennis. Ik vind dit de meest moeilijke executie ooit, omdat ik voor het eerst moet gaan veranderen. Ik moet voor het eerst gaan stemmen op iemand waar ik nog nooit op heb gestemd. Maar ik ga toch stemmen op Patrick. En ik ga dat doen op mijn oude manier, 10 tot 15 op Patrick. En de overige ga ik zetten op Edo. Niemand van jullie heeft een vrijstelling binnengehaald. Dat betekent dat iemand van jullie op dit allerlaatste moment
aan de vooravond van de finale, zal vertrekken. Drie van jullie gaan door naar de finale. Eentje niet. Regina. Ja, dat verwacht ik al een beetje. Dat is heel jammer. Nou, succes. Ik had heel veel dingen niet in mijn boek opgeschreven. Ik ben ook gewoon echt moe. Ik sla dingen moeilijk op. En ja, ik weet het niet. Misschien heb ik verkeerd gegokt. Nee. Denk ik niet. Maar je hoeft je niet te schamen. Je bent ver gekomen. Ja, oh, dat doe ik ook helemaal niet. Nee, ik heb echt een toptijd gehad. En ik ben blij dat ik hier aan mee heb gedaan. Ja, echt heel erg leuk. Goeie reis. Dankjewel. Ik ben normaal eens betrouwbaar. Peter Lawali, de Maas Leba. En Isa Maya. Kit Am. Eka, Uitse Bajo. Luister morgenmiddag naar Schiffers.fm op Radio 2 voor een muzikale aanwijzing. Dan vertelt ook Patrick zijn verhaal over de mol.